Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik het een beetje hebben over schotels. Ik ga proberen om op een simpele manier uit te leggen waarom een grote schotel en waarom een kleine schotel te gebruiken. Deze video maak ik naar aanleiding van heel veel vragen die ik op Facebook voorbij heb zien komen en ook de uiteenlopende reacties die daar altijd onder staan. Tot hele goede reacties, tot echt de totale waanzin. Er zijn nou eenmaal heel veel schotels te verkrijgen. Elke keer als er een metaaldetector uitkomt, dan is die met een standaard schotel te koop. En daarna zie je altijd dat er grote schotels en kleine schotels voor te koop zijn. En waarom is dat nou? Als beginnende metaaldetectorist raad ik altijd aan, ga eerst zoeken met de standaard schotel. De standaard schotel die erbij zit is de meest uitgebalanceerde schotel met een gemiddelde zoekeigenschap. Dus de diepte en de nauwkeurigheid is redelijk uitgemeten op elkaar. Dat wil niet zeggen dat je op bepaalde situaties juist een kleine schotel zou willen of juist een grote schotel zou willen. En wanneer zou je dat nou willen? Kijk. Als je ziet naar deze quest, dit is de Q60 en die komt standaard met deze schotel. Het is niet de grootste schotel die er op de markt is, maar ook zeker niet de kleinste. Het is gemiddeld en op elkaar uitgebalanceerd. Dit is de grootste schotel die er op dit moment voor Quest te verkrijgen is. Er zit nog wel een beetje verschil in. Het is de kleine schotel die te krijgen is voor Quest. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een nog kleinere schotel. Wanneer zou je nou zo'n kleine schotel willen gebruiken? En wanneer zou je nou zo'n grote schotel willen gebruiken? Het is heel simpel uit te leggen. Ben je op een akker, een weiland, waar niet zoveel targets liggen en waar de targets, de te zoeken onderdelen, diep liggen, zou je eerder voor een grotere schijf gaan. Want wat is de eigenschap van een grote schijf? Je hebt veel oppervlakte en veel draagvlak. De zendkracht van zo'n schotel zal vaak wat dieper zijn. Het nadeel van zo'n schotel is dat die wat minder nauwkeurig is als een heel kleintje. Als je op een hele drukke locatie loopt, bijvoorbeeld een park waar heel veel treklipjes en andere troepjes liggen, dan is een klein schoteltje juist weer fijn. Want een klein schoteltje zorgt ervoor dat er minder vervuiling tegelijkertijd onder je schotel terechtkomt. Dus je bent korter, maar wel directer. Het nadeel van een kleinere schotel is dat die vaak net iets minder diep gaat, omdat de driehoek die naar beneden gaat wat minder ver uitloopt. Dus de uitstraling is wat minder ver. Om de nauwkeurigheid van een kleine schotel een beetje beter weer te kunnen geven, heb ik een plank neergelegd en daar heb ik gewoon wat muntjes heel dicht op elkaar gelegd. En daarmee ga ik nou proberen om te laten zien wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een grote en een kleine schotel. Het verschil wat je hoort tussen een grote en een kleine schotel is dat deze grote schotel, ik heb expres grote munt, een klein muntje, een dikke munt, een klein muntje, weer een grote munt en een gemiddeld muntje. En wat je zal zien is, je hoort nu drie dingen. Dus hij pakt die andere wel. Als ik heel langzaam ga zwaaien. Dus hoe langzamer ik zwaai, hoe duidelijker die wordt. Maar als je gewoon loopt, dan hoor je er maar drie. Dan gaan we van de Q60 naar een X10. Dus van een pro-detector
naar een beginnersmetaaldetector. Alleen nu met een heel klein schoteltje eronder. Dat is het verschil tussen een grote en een kleine schotel. Je verliest wat in diepgang, je krijgt wat terug in duidelijkheid. De hond heeft een gouden kies. Is dat dan bij alle metaaldetectors zo? Ja, dat is bij alle metaaldetectors zo. Plus dat je met een klein schoteltje ook de middelste kan uitzoeken. Omdat je door middel dat je kort zwaait, nog steeds de andere munt die daar vlak naast ligt, niet raakt met je schotel. Omdat je schotel exact boven het muntje blijft liggen en niet naar de volgende munt overslaat. Misschien was dit een iets andere video's dat jullie van me gewend zijn. Wat korter. En wat directer, maar ja, het is een boodschapje die ik even wilde brengen over grote en kleine schoteltjes. Hé, vriend, kom eens even bij me. Vonden jullie die video nou leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Hebben jullie zelf tips of tricks of willen jullie iets aanvullen? Laat het achter in de reacties. En dan zeggen wij bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.